Yo, Nintendo fans! Zijn jullie ook weer helemaal into Animal Crossing? Ik wel, want door de update kan je zoveel nieuwe dingen doen. Een van de geinigste dingen is dat de camera geüpdate is. Want je kan nu zo de camera in je hand nemen. En eigenlijk, als je dan de gids verbergt, dan kan je gewoon in first person door je dorpje lopen. Eigenlijk over heel je eiland lopen. Hallo, Savannah! Yo! Foto! Wil jij nou meer Animal Crossing video's? Laat het dan even weten in de reacties. En laat even weten wat jij wil dat ik ga doen in Animal Crossing. Doe duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Hallo Dora! Je hebt ook nieuwe filters trouwens. En deze filter is geniaal. Dora! Dora! Hallo! Dit is te grappig. What up? Super muis. Er zijn ook super veel nieuwe dingen die je voor Nookmaals kan fixen. Zoals bijvoorbeeld dit golfplatendek. Nieuwe hekjes. Deze heb ik nog niet. Ik moet wel zeggen, dit is er wel eentje die ideaal is voor je vuilnisbelt, denk ik. Is niet zo mooi. Ik vind deze ronde straatlantaarns heel vet. Nieuwe plantenbakjes. Deze simpele feestboog, die heb ik ook al besteld. Super cool. We kunnen ochtendgymnastieken. Het is een cassette spelen voor groepsgymnastiek. Let's go, let's go. Ik heb dit nog niet gedaan. Dit wordt de allereerste keer. Groepsgymnastiek kun je op twee manieren doen. Door je lichaam te bewegen terwijl een Joy-Con in je hand houdt of met de knoppen op een controller. Nou, ik ga natuurlijk voor de knoppen met de controller. Gezellig joh, Savannah is erbij. Bangle. Leuk man. Camo Frog. Nice. Nou, wat gaan we doen? Omhoog. Oh ja, ja? Dat werkte toch? Ik time niet zo goed volgens mij. Ik kijk ook een beetje chagrijnig. Ik kijk er niet heel vrolijk bij. Oh man, wat kneuterig. Ja, top dit. Ja, dit gaat hartstikke goed, jongen. Oh, wat zijn wij pro in ochtendgymnastiek. Nou, wat was dat een fijne ochtendgymnastiek sessie, zeg. We kunnen even lekker een bakje koffie gaan drinken. Hallo, Brewster. Ik wil even iemand uitnodigen voor de koffie. Even kijken, wie mag er langskomen? Ik ga een nieuwe character uitnodigen, Petri. Let's go, Petri. Hallo, hallo, Petri. Wil je misschien met mij een bakje koffie drinken in de tilt? We hebben contact opgenomen met Petri. Yo! Daar is Petri. Daar ben ik dan, levend en wel. Jij bent degene die me heeft gebeld, nietwaar? Bedankt, lief van je. Ja, nou, gezellig. Deze koffie doet me al mijn levenskeuzes overwegen. Ik zie groen van jaloezie dat jij er dagelijks van kunt genieten. Hier op Chuchuland. Oh, wil je ook hier komen wonen? Ja, ik weet niet of ik jou hier laat wonen, hoor. Doe mij ook maar even een bakje koffie. Ik heb net mijn koffietje gedronken en vanaf morgen kan ik ook takeaway koffie meenemen. Lekker, man. Starbucks dingen hier zo. Nou, Petri, geniet nog even van je koffie. Ik ga er vandoor. Dag. Ook kan je nu deze grappige wezentjes genaamd Gyroids verzamelen. En die maken met z'n allen muziekjes. Zijn jullie lekker aan het genieten, jongen? Lekker aan het dansen, lekker muziekjes aanmaken met je borstelhoofd? Hallo. Jij staat lekker te draaien, te stampen met je armen. Wat? En jij? Jij bent aan het bouncen. Dit is de Bounce Gyroid. Is het theekopje? En jij? Oh, jij lijkt op een korrok. Ik vind jou grappig. Hé, maar sta je uit? Ik moet je wel even activeren dan. Oh ja, kijk, hij leeft weer. Die gyro-stukjes, die kan je overal vinden op je eigen eiland. Die kan je dan opgraven en dat lijken dan op fossielen. Maar om er zeker van te zijn dat je er minimaal één kan vinden, kan je met deze vrolijke vriend mee, Cap'n, die hier lekker op zijn bootje ligt te chillen. Yo, ik hou gewoon van deze camera, man. Cap'n, alles goed met je? Met je bolle hoofd. Oké, nee, ik moet geen grapjes maken over Cap'n. Want Cap'n is gewoon een baas. We gaan lekker varen voor 1000 Nookmaals ticketies. En voor die 1000 Nookmaals ticketies worden wij nog getrakteerd op een concert. Als de beste stuurlui aan wal staan, moeten ze uitkijken. Want Cap'n komt eraan. Nou, dat verdient een applausje. Trek je tenen alvast in. Beste stuurlui, aan de wal. Vooral als ik met mijn boot per ongeluk, ja, tegen de kustkral. Ik weet niet. Ben jij goed in bootje varen, Cap'n? Of is het een risico dat ik met je meevaar? Onthoud bij het horen van dit lied dat het leven vol verrassingen zit.
Dat rijmt niet. Dit is een matig liedje, Cap'n. Nou, je krijgt toch applaus van mij. Dan zijn we aangekomen op een eilandje. Cap'n heeft ons hier veilig naartoe gebracht. En zijn die allemaal pompoenen die we kennen plukken? Dat is ook wel grappig. Er zitten nu groenten en fruit in de game. En je krijgt daarvoor dus allerlei receptjes. Zoete receptjes, hartige receptjes. Bijvoorbeeld deze bagel met pompoenen of gegrilde zeebaars. Want als je nu een vis uit de zee haalt, dan kan je zomaar een nieuw receptje bedenken. Kijk, ik heb nu ook een recept gevonden in een postfles van Puk. En dat is tomatensappie. Lekker, jongen. Nou, nee, eigenlijk niet. Tomatensap is goor. Dat is niet iets wat ik zelf snel zou drinken. Anyway, nou, het ziet er wel leuk uit, tomatensappie. Daarvoor hebben we 2 tomaatjes nodig. Maar we zijn natuurlijk op zoek naar een gyroid, jongens. Hey, what? Gratis klingels hier op dit eiland. Wat nice. Hoppakee, 3000 klingeltjes erbij. Oké, maar waar ligt de gyroid? Helemaal hier in het hoekje. Hij is gewoon verstopt. Kijk. Een stukje gyroid, super nice. En dan moeten we eigenlijk weer terug naar ons eigen eiland. Let's go, we gaan weer terug, Cap'n. Bedankt voor de boottocht, was kort maar krachtig. Heb je gehoord van kapitein Blubberbaard? Die graag in zijn bootje van rubber vaart. Oh, dit wordt een hit. Dit is een hit. Zijn zwaard is van kauwgom, zijn been van toffee. Hij is de zachtaardigste piraat op zee. Ja, deze is wel nice. Ik slaap het best met mijn familie dichtbij. Het zorgt voor wat rust in dat koppie van mij. Je krijgt weer applaus. Zijn koppie is weer blij. Ik ben blij dat ik weer aan wal sta. Dat ik weer gewoon kan chillen op mijn eigen eiland. En wat je met een gyroid wil doen, is hem begraven. Althans, een stukje gyroid. Hoppakee. Begraven. Even lekker water eroverheen gieten. En dan wil je morgen terugkomen. Want dan haal je morgen een hele gyroid uit de grond. Bijvoorbeeld hier heb ik gisteren een gyroid begraven. En die is nu heel. De kletteroid. Kletteroid. Hallo. Ben jij leuk? Ah, ja, dit is een... Oh, deze lijkt op Boe. Wacht, ik pak mijn camera weer. Kijk, deze kletteroid, jongen. Die heeft gewoon het gezicht van een Boe. Wat grappig. Ga eens kletteren. Ik vind hem leuk. Wat ik tot nu toe heb laten zien is allemaal gratis DLC. Maar het leukste, ja, is ook dat Savannah staat te zingen. Dat is super schattig. Maar het allerleukste is dat je nu kan gaan werken. En dan denk je, werken is toch helemaal niet leuk? In Animal Crossing New Horizons is werken wel leuk. Kijk, je kan hier naar de luchthaven gaan en zeggen dat je lekker wil gaan werken. Ik ben er helemaal klaar voor, meneer Dodo. En dit is zo tof. Hoor dit muziekje. Dit muziekje is echt een dikke, dikke vibe. En hier kan je dus gaan werken. Hier kan je dus vakantiehuisjes gaan bouwen. Voor bijvoorbeeld een van deze 2 characters die hier lekker op het strandje zitten. Deirdre is er ook. Ik heb al een vakantiehuisje gebouwd voor Bob. Heel veel mensen vinden Bob super vet. Ik ga jullie het vakantiehuisje van Bob laten zien. De fleurige binnentuin. Gaan we even lekker bezoeken. Daar is die al hoor. Boppie. Yo, alles lekker. Nico is trouwens ook echt een baas. Dit schattige aapje. Dit was dus helemaal kaal. Er stond hier alleen een huisje. Dus alles wat hier buiten staat heb ik ook gebouwd voor Bob. Yo, Bob. Bob. Wacht, kom eens. Wil je ook even op de foto? Yo, Bob. Hallo. Deze lens is de beste lens ooit. Maar ja, deze hele buitenboel hebben we dus ingericht voor Bob. Ik heb speciaal heel veel in zijn kleurtjes gedaan. Veel van die paarse struikjes. Hier kan hij lekker gaan chillen. Wat boompjes erbij. Ja, het moest een fleurige bloementuin worden. Dus dat heb ik vooral maar buiten voor hem gemaakt, die fleurige bloementuin. Binnen heb ik iets minder bloemen. Want ik vond binnen gewoon leuker om het anders te doen. De enige verplichting die ik had waren 3 tulpen. Dus ik had hier even 2 tulpen neergezet naast zijn bed. En daar zo'n bloemenventilator opgericht. Zodat die bloemetjes leuk bewegen. Dat is toch super grappig. Nou, Bob die zit al lekker op zijn poefie daar zo. Zit je lekker, Bob? Gaan we tv kijken, Bob? Maar de tv staat alleen uit. TV moet nog even aan. Zo, hoppakee. Gaan we lekker kookprogrammetje kijken, Boppie. Dus dit is mijn huis die ik heb gemaakt voor Bob. Super leuk. En dat is ook iets wat we in video's zouden kunnen doen. Hè? We zouden dus nu video's kunnen gaan maken waarin ik huisjes inricht voor villagers. Als je dat leuk vindt, laat het weten in de reacties. En op welke villager hoop je dan? Ja, ik vind het huisje van Bob wel meer dan geslaagd hoor. Bob heeft echt een ideaal vakantieadresje hier zo. En ik weet zeker dat Bob één van de favoriete villagers van veel van jullie. Hey, doei Bob. Ga je lekker slapen, jongen? Dan ga ik er weer vandoor. Dag! Hey, kijk, hij staat daar nu lekker in zijn tuin aan de bloemetjes te snuiven. Nou, wij gaan weer weg. Nico, let's go! We gaan terug. Oh ja, en je kan hier natuurlijk met nieuw geld, met
Pokémonie. Er zit gewoon Pokémonie in deze game. Kunnen we nu nieuwe items kopen? Zoals deze retro tv en bad eentje. Ik vind trouwens deze ook wel gaaf, zeg. Daar vragen ze 720 Poké voor. En daarvoor moet ik dus nu een vakantiehuisje gaan inrichten voor een villager. Dus ik trek mijn werkkleren aan. Tijd om aan het werk te gaan. Even een nieuw hoedje op mijn bakkes. En dan moeten we iemand gaan uitkiezen voor wie wij een vakantiehuisje gaan maken. Oh, Tybolt is hier ook. Tybolt vind ik super cool. Deze tijger aan stoel. What? Dit zijn twee van mijn toch wel, bijna favorietjes. Stoel en Tybolt. Wie hebben we nog meer? Ik weet haar naam niet. Dit is volgens mij Jacques en dit is Deirdre. En ze geven dus allemaal ook een opdracht. Nou ben ik heel benieuwd voor wie jullie willen dat ik een huisje ga bouwen in de volgende video. Jullie mogen kiezen uit Tybolt of Stoel. Het wordt één van die twee. Laat het weten in de reacties. En dan gaan we dat doen in de volgende video. Duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!